Uw voertuig is uitgerust met een elektronische parkeerrem voor nog meer rijcomfort. Wanneer het voertuig stilstaat, zal de elektronische parkeerrem de auto automatisch blokkeren wanneer de bestuurdersgordel wordt losgemaakt, het bestuurdersportier wordt geopend of de motor wordt uitgezet. Dit controlelampje verschijnt dan op het instrumentenpaneel met de melding parkeerrem aan. En het waarschuwingslampje in de schakelaar gaat branden om te bevestigen dat de rem bekrachtigd is. U kunt de parkeerrem handmatig bedienen wanneer u stilstaat bij een verkeerslicht bijvoorbeeld, gewoon door aan deze schakelaar te trekken. Zodra u het gaspedaal indrukt, wordt de parkeerrem automatisch vrijgezet. U kunt deze ook handmatig vrijzetten door deze schakelaar in te drukken. De lampjes in de schakelaar en op het instrumentenpaneel gaan dan uit. Als u de maximale remkracht wilt gebruiken omdat u gaat parkeren op een helling of er een aanhanger is aangekoppeld, trekt u enkele seconden aan de schakelaar. In bepaalde situaties, zoals wanneer de automatische parkeerrem buiten werking is, hoort u een geluidssignaal en verschijnt de melding parkeerrem bekrachtigen op het instrumentenpaneel. Dit geluidssignaal hoort u ook als u het bestuurdersportier opent terwijl de motor loopt of als u een voorportier opent met de motor uit. Trek in dit geval aan de schakelaar om de parkeerrem te activeren. Controleer altijd of de automatische parkeerrem goed is bekrachtigd voordat u de auto achterlaat. De Auto Hold functie handhaaft de remkracht zonder dat u het rempedaal indrukt. Dit is heel handig wanneer u bijvoorbeeld in de file of voor een rood verkeerslicht staat. Druk deze schakelaar in om Auto Hold in te schakelen. De controlelampjes in de schakelaar en op het instrumentenpaneel gaan branden om de activering te bevestigen. De remkracht wordt gehandhaafd zolang het bestuurdersportier gesloten is, de autogordel is aangegespt en de parkeerrem niet aan is. Om Auto Hold handmatig uit te schakelen, drukt u het rempedaal en deze knop gelijktijdig in. Of geeft u flink gas met ingeschakelde versnelling. De lampjes op het instrumentenpaneel en in de schakelaar doven om u erop te wijzen dat de functie uit is. Wees er tot slot van bewust dat de functie Auto Hold in bepaalde situaties, zoals bij parkeren op een steile helling, niet in staat is om de remkracht te handhaven.